Schijnbaar moeten wij iemand helpen te ontsnappen. En daarvoor hebben we een sleutel nodig. Ik geloof niet dat jullie deze video sneller een like kunnen geven dan dat ik de sleutel vind. Like challenge, stop! Oké, we hebben de sleutel. En we moeten dus iemand helpen met ontsnappen. Ik weet in eerste instantie niet per se wie we moeten helpen, maar het feit dat er iemand een soort van gevangen is genomen is op zich al voldoende reden om in ieder geval te kijken wat wij kunnen betekenen. Ja, ik denk dat we die sleutel niet meer... laten we die sleutel toch maar met ons meenemen, voordat zometeen de situatie voorkomt dat we hem toch nog om een of andere reden nodig hebben. Er staat hier dat wij via de ventilatie kunnen ontsnappen. Kijk, dat is nog eens masterwerk om gewoon via de ventilatieschacht gewoon weg te gaan. Oh nee! Dat ziet er niet uit als een uitgang. Ja, dat ook niet. Oké, dat ziet er ook niet uit als een uitgang. Ik denk dat hier de uitgang is op een of andere manier. Misschien hierin en dan links en dan rechts. En dan, ja, dat is de uitgang. Of is dat juist waar we vandaan kwamen? Nee, dat is de uitgang. Nice! Oké, oh nee. We zijn in de kelder uitgekomen. Oké, we moeten denk ik een meisje redden. We moeten haar helpen ontsnappen. En ik ken de situatie niet per se, maar wat ik in ieder geval zie is dat we in een super eng riool zijn uitgekomen. Waar we ongelooflijk voorzichtig moeten zijn. We moeten hier wegkomen, zegt de jongeman. Hé, daar heb je gelijk in. Ik bedoel, aan die tentakels te zien die naar boven komen vanuit het water, denk ik ook dat wegkomen onze beste optie is. Zeker weten. Ah, come on! Hé, waarom ging ik af? Ik zag niet dat ik wat aanraakte. Ik raakte iets aan, hoogstwaarschijnlijk. Oké. There we go. Sommige stenen, die zijn een soort van bedorven, I guess. Dus die mogen we niet aanraken. I get it now. Oké, maar welke stenen zijn dat dan precies? En gaan we nu überhaupt de goede kant op? Ik weet het niet. Gaan we nu de goede kant op? Ik denk het niet. Komen we achter. Nee, dit is de verkeerde kant. Excuse. Soms is het gewoon... Ja, dit is inderdaad de jongeman die we eerder al zagen. Soms is het gewoon lastig om te weten welke kant je op moet. Maar we weten dus nu in ieder geval wel dat sommige van deze stenen... dat we die niet mogen aanraken. En ik denk dat ik al zie welke dat zijn. Dus dat is wel prettig. Ja, ik zie dat inderdaad. Oké, nu gaan we goed. En we made it! Amazing! Oké, in ieder geval, we moeten heel voorzichtig zijn. Dat is het meisje wat we moeten helpen. Kijk, dat daar is het meisje die we moeten helpen met ontsnappen. Oh, nee! Oh, heeft hij ons opgegeten? Hij heeft ons opgegeten. Oh, nee. Oké, dit is dus zeg maar... We zijn opgegeten door de mega giant. Die dus op dit moment dat meisje een soort van... Wat nu? Hoe gaan we dit doen? Ja, nice, het kan. We zijn opgegeten door... Wow! En de persoon die ons heeft opgegeten en dus dat meisje zeg maar heeft zeg maar gevangen genomen. Die heeft ook allemaal zeg maar gewoon kooien en zo. Wat is dit? Dit is lastig, oké. Ik wil niet per se aanmerkingen maken op zijn eetlust, maar... Misschien moet je geen kooien meer eten. Want ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat dat op welke wijze dan ook gezond of goed is. Dus raad ik je voortaan niet meer aan te doen. Alright, oké. Oh, nee. Oh, nee. Dit ziet er allemaal niet al te vrij uit. Spring over de obstakels heen. Oké, dat gaan we... Dat gaan we doen. We gaan ineens heel erg snel. Gewoon zo snel dat je die typische... die typische ren... particles in beeld ziet van hoe snel je gaat. Woe! We zijn denk ik ontsnapt. Ja, we zijn ontsnapt. Oké, er staat dat we moeten proberen om bij de oppervlakte te komen. Voor de mensen die het niet weten, we zitten nu eigenlijk nog steeds een soort van in het riool. Want dat is namelijk ook de plek waar we in eerste instantie zijn opgegeten. Oké, we hebben het meisje gered en de politie is gearriveerd. Kijk, de politie is hier en die houdt de grote soort van de giant onder schot. Dus eigenlijk alles wat wij nu nog moeten doen is hier weg zien te komen en niet tegen een auto aanlopen. En dan zouden we het hebben gehaald. Dat is tenminste hoe het, geloof ik, in elkaar zit. Alright, nee, maar in ieder geval... We hebben het meisje gered. Kijk, dat is waar het om ging. Haal de obby, red het meisje. We did that. En dat was amazing. Dus we gaan nu... We gaan verder. Oké, we moeten even kijken. Take care. Als in, hoe bedoel je? Dat we dit niet mogen aanraken? Ik denk het. Oeh, we zijn er bijna. Wat is dit voor... Heeft de politie deze weg? Kies het juiste pad. Heeft de politie deze... Heeft de politie deze weg ook moeten afleggen? Dat is eigenlijk wat ik wil vragen. Like, heeft hij ook, zeg maar, de struggle moeten doormaken... dat sommige paden dus gewoon op een of andere manier niet goed zijn om te... Ik denk altijd links is op een of andere manier. Nee, dat is het niet. Waarom is het zo lastig? Oké, we weten dus nu in ieder geval dat het eerste wat we moeten doen, dat is... Wat was het nou? Rechts, right? Ja, het was rechts. Oké. En dan is het vast midden. Of is het weer rechts? Nee, het is midden. En dan is het denk ik weer rechts.
Nee, dus het is rechts, midden, links. Is het links? Zeg maar, meestal is het rechts, midden, links. Maar ik deed het juist niet, omdat ik het een beetje voor de hand liggend vond. Rechts, alright. En dan gaan we door naar midden, alright. En dan zou het links zijn, als ik het goed heb. Ja, dan zou het toch... Oké, nou prima. Als het zo kan, dan kan het zo. Checkpoint behaald. En deze olie, daar moeten wij heel erg voorzichtig mee zijn. Er staat, we moeten proberen om door de schoorsteen heen te gaan. Maar wacht, hoezo? Ik bedoel, de politie was toch gearriveerd om, zeg maar, de soort van bad guy te arresteren. Dus waarom moeten we nu ineens door de schoorsteen heen? Ik bedoel, ik doe het met liefde. Maar meer van, waar komen we dan nu uit? Oké. Er staat, als je nog niet bent ontsnapt... Oh, we zijn nog niet ontsnapt, staat er. Nog steeds niet. Maar... Oh, come on. Ik dacht serieus dat we klaar zouden zijn. Ik vind het niet erg. Ik bedoel, het is leuk dat de obby nog verder gaat. Maar we hebben het meisje gered. En dat is immers waar het om ging. Ik bedoel, haal de obby, red het meisje. Vind het gouden boek in de bibliotheek om dit mee te openen. Oké, dus schijnbaar is er... Oh, dat is amazing. Oké, we hebben het gouden boek gevonden. That's pretty nice. En nu moeten we dus gewoon uitkijken dat die stenen een soort van niet tegen ons aanrollen. En de laatste. Yes, yes, yes. En oh! Are you serious? Je gaat me niet vertellen. Je gaat me niet vertellen dat ook dit allemaal nog hoort bij het proberen te redden van de dame in kwestie. Ik vind het allemaal een beetje overdreven. Zeg maar, ik doe het graag. Sterker nog, ik ben ervoor veranderd in een puzzel. Ik doe het graag, maar het is lastig. Dat is min of meer wat ik probeer te zeggen. Oké, gewoon snel er doorheen. Snel er doorheen en bam, we hebben de checkpoint. Oké, ik denk vooral dat spikes gedeelte het lastigste was van allemaal. Op plekken waar geen spikes vallen is het denk ik een stukje makkelijker. Maar ik weet soms in obby's niet wat ik wel en wat ik niet mag aanraken. En dat zorgt meestal voor de momenten waarbij je dan afgaat door iets waarvan je dat in eerste instantie niet had verwacht. Bijvoorbeeld nu dacht ik dat ik die rode puntjes niet mocht aanraken. Bal. Hoebo? Je zei dat wel echt op het moment dat hij dan ook gelijk was. Je had dat beter even, I don't know, 1, 2, 3. Zo kan dat geleden kunnen zeggen. Oké, we weten het nu in ieder geval. Dus we moeten uitkijken voor de bal. En we moeten gewoon elke keer even hier staan. En dan moeten we weer even hier staan. En dan moeten we weer even hier staan. En dan moeten we weer even hier staan. En nu hebben we het gehad. Snap je? Je moet het gewoon doen met kleine tussenpauzes. Alright. Oh nee. Oh, we hebben het gehaald. Waarom zei ik, oh nee? Ik dacht dat we het nog niet hadden gehaald. Gefeliciteerd! Kijk, dit is zeg maar de bad guy. En zoals jullie kunnen zien, hij zit in de lava. Met andere woorden, we did it. Oké, wow. Er zijn hier nog twee andere soort van obby's. En ik zie dat er eentje een soort van dame is die andere spelers vasthoudt. Dus misschien is dat een beetje hetzelfde principe als wat we nu hebben gespeeld. Alleen dan is het de dame die de jongen een soort van vasthoudt. Er wordt gezegd, kijk uit voor de verf! Ja, een obby kennende, of tenminste, de menig obby kennende is dat inderdaad waar we voor uit moeten kijken. In ieder geval. Tot nu toe is het allemaal best wel lastig. Maar tegelijkertijd, het is ons gelukt om de dame in kwestie te redden. Ik vraag me alleen wel af wat hier het verhaal achter is. Probeer de lift in te komen. Maar waar is de lift dan? Oh, nee. Serieus? Dat zijn hele grote kabels. Als dat kabels moeten voorstellen die gelinkt zijn aan deze computer, dan zijn dat serieus de allergrootste kabels die ik ooit heb gezien. Ik ben geen kabeldeskundige. Maar min of meer van, dat lijken mij wel hele grote kabels. Maar goed, we zitten in de lift, which means dat wij verder kunnen. En ik weet totaal niet waar we gaan uitkomen. Kijk uit voor de vloer. Waarom kijk je daar zo betrapt bij? Ben jij toevallig de reden dat de vloer van lava is? Is dat zo? Ik heb geen idee. Alright, voorzichtig. En ervoor zorgen dat we niet vallen. Zeg maar, het ding is, lava en limonade in Roblox ziet er relatief hetzelfde uit. Dus denk altijd twee keer na voordat je limonade maakt. Of lava. Ik denk eerder dat je moet uitkijken wanneer je limonade maakt. Oké, dit was best wel te doen. Wacht eens even. Oh, dat was echt de perfecte plek geweest voor een secret badge. Ik weet niet of jullie het daarmee eens zijn, maar ik had dat echt serieus de perfecte plek gevonden voor een secret badge. Oké, het is niet eerst links. Ik wil eigenlijk sowieso deze multiple choice nog wel halen voordat ik de video al staat. Zou ik leuk vinden in ieder geval. Het is eerst rechts. En dan is het midden en... Ik dacht dat het van rechts naar links zou gaan, maar het was niet zo. Oké, wacht. Het is dus eerst rechts. Alright. En dan is het denk ik links. Alright. Wacht, het is twee keer rechts. Je gaat me niet vertellen dat het drie keer rechts is, toch? Zeg maar, het zal me ergens ook gewoon niets verbazen als dat namelijk wel zo is. Oh nee, het is rechts, rechts, midden. Dames en heren, jongens en meisjes. Als jullie dit nou een leuke video vonden, kun je hem belonen met een blauw duimpje omhoog. Wow! Oké, jij bent overduidelijk een soort van de slechterik in deze. Wow, dit ziet er awesome uit. Dit is echt heel gaaf.
Ja, we moeten alleen niet te lang erbij blijven stilstaan, want dan gaan we misschien af. Dus we moeten doorgaan en door de ventilatie heen. En dan links en dan rechts en dan zijn we naar beneden en dan zijn we bij de... Oh, nee. Oh, wow, alles is gigantisch. Alles is gigantisch hier. Ik weet niet hoe het kan, maar serieus, alles is gigantisch. En de grote vraag is, hoe gaan wij verder? Ik denk dat we hierop moeten springen. Oh, dit gaat lastig zijn. Ik kan het bij deze alvast confirmeren. Dit gaat lastig zijn. Ik weet niet op welke manier, maar als je het nog niet wist, dit gaat lastig zijn. Alright. Yes, yes, yes. En checkpoint. Dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk bedankt voor het kijken. Als je het leuke video vond, vergeet hem niet te belonen met een like. Dan gaan we de volgende keer verder, misschien wel in deze hobby. Lijkt me een interessant idee, want er zit daar gewoon letterlijk iemand achter de computer. En hij is mega en wij zijn dat niet. En dit is lastig. Adios.